Wij wensen iedereen die wij kennen de beste wensen en veel geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar. Ja, hetzelfde. Ik wens alle kijkers van OogTV prettige kerstdagen en een voorspoedig 2013. Nou, wij willen de beste kerstwensen doen aan Jacqueline Veendorp. Want die... Is net uit elkaar. Het is allemaal al triest genoeg. Ja. En daarom willen wij haar een... Maak er het beste van. Een hart onder de riem steken. Ja. Toch? Yes. En een gelukkig nieuwjaar. Ja. En mijn telefoonnummer, toch? Dit was hem. Oh, ik moet blijven staan. Helemaal goed. Ik wil mijn dochter en mijn moeder en familie en iedereen die ik ken een vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. Ik zou iedereen graag een prettige kerstdag en een gelukkig nieuwjaar willen wensen. Robert, Asja, mezelf, Nienke en Marieke en drie goede vriendinnen, Ellen, Christa en Audrey en OBS De Vuurtoren en Loopgroep Groningen. Mijn kerstwens voor dit jaar en voor alle jaren hierna is dat het een vredige kerst zou mogen zijn voor iedereen die ik ken en die ik lief heb. Mijn kerstwens voor 2012 en de voornemens voor 2013 is dat ik voor iedereen veel geluk en veel tevredenheid toewens. Hallo, goedendag iedereen. Alle kijkers hier van OogTV. Ik wil iedereen de beste wensen wensen voor 2013. En ik wil hierbij zeggen, pas alsjeblieft heel goed op met vuurwerk, want er gebeuren veel ongelukken. Ik zou zeggen, geniet ervan met volle teugen en doe het rustig aan. Doei doei! Hi, wishing for health, good health for all my family and friends and more snow in Holland. Vanaf deze plek wil ik iedereen hele fijne feestdagen toewensen en een heel gelukkig nieuwjaar. Onze kerstwensen voor dit jaar en voor het nieuwe jaar zijn dat het belangrijkste... Het geweldige kerstgeschenk wat God ons heeft geschonken is zijn Zoon Jezus Christus. En voor een ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat staat in de Bijbel in Johannes 3 vers 12. En dat is het grootste kerstgeschenk wat een mens kan ontvangen. Alleen hij moet het openmaken. Net zoals een kerstcadeautje. Zeggen, wat zit erin? En Jezus heeft zijn Zoon gegeven. Maar om erachter te komen wat dat geschenk inhoudt, dat hij zijn Zoon heeft gegeven, dan moet je de Bijbel gaan lezen. Want dat is dus de liefdesbrief van God aan de mens. En daar gaat alles over Jezus Christus. Het begint al met het Oude Testament. Hij verwijst naar zijn Zoon, die zal komen. En dat vieren we dus ook. Als christenen vieren wij het kerstfeest. Dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om zondaren te redden. En hen eeuwig leven te geven. En dat is het grootste geschenk wat een mens kan ontvangen. Alleen hij moet het aannemen. Dat staat ook in de Bijbel. Allen die hem aangenomen hebben, dus hem is Jezus Christus, zullen kinderen van God worden en eeuwig leven ontvangen. Dus dat is mijn kerstboodschap wens, grootste wens. En dat komt rechtstreeks uit mijn hart, dat alle mensen gered zullen worden door het geloof in Jezus Christus. Want hij is gekomen om alle mensen te redden en eeuwig leven te geven. Ik wens al mijn klanten een fijn 2013. Heel veel gezondheid. Ik zie ze graag allemaal weer terug. Bij de gezelligste plek in Bijen natuurlijk. En ik wil mijn oma nog een dikke kus geven. Dat ze een fantastische oma van de hele wereld is. Nou, dit zijn Johan en Brian. Wij wensen iedereen de prettige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. En sowieso een heel gezond nieuwjaar. Want er is zoveel ellende in de wereld. Ben je met mij? Dat ben je helemaal met je eens, jongen. Dat bedoel ik. Wij wensen iedereen het beste. En we maken een lekker feest van in 2013. Ja, moet iedereen doen. Proost! Proost! En Zangeloe valt altijd te boeken. Ik wens mijn familie, mijn kinderen en mijn kinderen in Amerika een heel gelukkig 2013. Wij wensen jullie een fijne kerst. Een gelukkig nieuwjaar. Wij wensen opa en oma en Tita en Benji een heel gezond en gelukkig 2013. Allereerst wil ik mijn zoon met zijn nieuwe bedrijf een zalig kerstfeest wensen en veel geluk
met zijn bedrijf. Verder iedereen in Groningen een goede kerst en een zalige uitdending. Ik wens mijn man, kinderen, mijn familie, al mijn vrienden een hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Nou, hierbij de beste mensen voor 2013, voor iedereen. Gelukkig en gezond. Nieuwe jaar. Ik heet Hendricks en ik woon in Groningen. En wij zijn hier dus bij Albert Heijn, bij Superkoop. Er was even verkeer dus daar zo. En deze Oog TV die vraagt dus of we dus een leuke wens dus willen doen voor Sinterklaas en nieuwjaar en kerstdagen en al dat meer. Nou, Sinterklaas is al geweest, dus dat hoeft dan niet meer. En onze wens is dus, mijn wens is dus van dat we dus allemaal een gelukkig nieuwjaar mogen hebben. Ook de mensen die het dus wat minder hebben. Ja, en de oorlog, dat we daar dus een klein beetje vrede mee krijgen dus en al dat meer in de hele wereld. Ja, want dat hebben we allemaal wel nodig. Dat is eigenlijk mijn grootste wens dus voor het nieuwe jaar. Nou, bij deze wil ik iedereen graag de beste kerstwensen doen over de hele wereld en hopen dat het dan wat beter gaat. Ik wens iedereen de beste wensen voor 2013 en allemaal een heel gelukkig kerstfeest. Nou, hierbij wens ik iedereen een hele fijne kerstdagen en een heel goed nieuwjaar. Namens de Supercoop. Ik wens iedereen in Groningen en de rest van Nederland een vredig kerst met veel vrede en vreterij. Mijn grootste kerstwens is vuurwerk. Mijn kerstwens is dat mijn school dichter bij mijn huis staat. Mijn kerstwens is dat er nooit meer dieren en mensen in nood zijn. Goeiedag. Namens alle collega-winkeliers hier in winkelcentrum Leeuwenborg wensen wij u alvast een gelukkig kerstfeest en een goede jaarwisseling toe. Namens Toys to Play Leeuwenborg wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2013 toe. Een Tempoor-matras ondersteunt uw natuurlijke slaaphouding, zodat u zich helemaal gewichtloos voelt. En biedt u de best mogelijke nachtrust. Bosma Bedden is weer open op de nieuwe locatie aan de transportbaan in Winschoten. Dus snel naar Bosma Bedden aan de transportbaan 28 in Winschoten. Groot nieuws voor de allerkleinste. Baby Planet Junior Planet opende een winkel aan de Baby Boulevard in Groningen. Kom ons nieuwe kindje bewonderen en profiteer van de scherpe openingsacties. Iedere dag een andere steraanbieding. Ga voor meer info naar babyplanet.nl. Lekker warm, lekker behagelijk. Dat komt door Kachelzaak Groningen. Een andere kijk op het sfeervol verwarmen van uw leefomgeving. Houtkachels, gashaarden, pelletkachels, schouwen en open haarden op de allermooiste plek bij u in de woonkamer. Uw warmte is onze zaak. Kijk op onze website voor een warm aanbod op het gebied van sfeerverwarming. Kachelzaakgroningen.nl. Lekker warm, lekker behagelijk. Dat komt door Kachelzaak Groningen. Bornholmstraat 8A. Bent u op zoek naar mooi en betaalbaar vuurwerk? Kom eens langs bij de vuurwerkwinkel aan de Noordweg 6 te Hoogkerk. Of kijk op www.dekoperenjan.nl. De Koperen Jan, het adres voor een spetterend begin van 2013. Familiepakket, prijs 9,95. Op is op en nog meer pakketten voor op is op prijzen. Thank you.
Wij van Lakeside Paddenpoel wensen iedereen een fashionable kerst en gelukkig nieuwjaar. Mijn wens voor 2013 is dat de wereld blijft staan. Ik wens mijn kinderen, Yvonne, Marcel en de kleinkinderen een gelukkig kerst en een nieuwjaar. En mijn zoon en Marianne en Ruben wens ik ook een gelukkig nieuwjaar en een gezellige kerst. Ik hoop dat wij volgend jaar weer een leuk jaar hebben en leuk met vakantie gaan. Daar heb ik echt zin aan. Ik wil alle vrienden, kennissen en familie een heel gelukkig kerstfeest wensen en een heel voorspoedig 2013. Ik wil de hartelijke groeten doen en een heel gelukkig nieuwjaar aan mijn vader en mijn broer. En natuurlijk aan al mijn lieve vrienden. Heel veel plezier en heel veel geluk in het nieuwe jaar. De beste wensen voor 2013. Oké, nou voor iedereen de beste wensen in het volgende jaar. Veel gezondheid. Ik zou zeggen niet alleen Groningen, maar heel Nederland, de hele wereld maar. Ik wens heel Groningen het beste met het nieuwe jaar. En ik hoop dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben. Ik wens mijn hele familie een fijn jaar. Wij wensen ouders, opa's, oma's, neven, nichten, ooms, tantes en vriendjes en vriendinnetjes een gelukkig nieuwjaar 2013. Gelukkige kerstwensen en een gelukkig nieuwjaar. Wij willen een kerstgoed doen aan onze familie, vrienden en kennissen. En aan OogTV. En aan Annelies. En Walter, achter de camera. En Sebastiaan. En Dennis Benes. Ik wens iedereen een fijne kerst, een gelukkig nieuwjaar. Veel succes met de crisis in 2013 als de wereld er dan nog is. En succes met Groningen met volgend seizoen. Hoop dat we winnen. Ik wens alle stadjes en zeker ook de luisteraars en de kijkers van Oog Radio en TV hele rustige kerstdagen toe. Hopelijk enige tijd voor bezinning. En ik wens u een heel veilig 2013. Ik wil al onze reizigers bedanken voor het vertrouwen van het afgelopen jaar. En ik hoop dat jullie ook het komend jaar veel gebruik gaan maken van onze treinen, van onze bussen. En ik beloof jullie dat we minimaal dezelfde kwaliteit dienstverlening gaan leveren als dit jaar. Daarnaast wens ik al onze medewerkers, al onze 4000 medewerkers en iedereen die hun dierbaar is, een hele mooie kerstperiode, een welverdiende kerstperiode. Geniet er even van en hoop ik jullie in volle gezondheid na nieuwjaar weer in onze bussen, in onze treinen aan te treffen. Mijn naam is Corinne Koetsier, ik ben woordvoerder bij NS. Ik wil al onze reizigers bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. Onze medewerkers heel erg bedanken, want ze hebben weer veel inzet getoond. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en ik hoop iedereen weer terug te zien in de trein volgend jaar. Ik ben Annemarie Zuidberg van Q-Bus en ik wens onze klanten allemaal een heel gelukkig kerstfeest en een gelukkig 2013. Dank voor het vertrouwen dat u in ons heeft gehad het afgelopen jaar. En ik hoop u ook in 2013 weer veel in onze bussen te mogen begroeten. Daarnaast ook alle collega's hele fijne feestdagen en een gelukkig 2013. Ik wil iedereen die mij kent een gezelliges kerstfeest wensen en een goedes nieuws jaar. Ik wens deze kerstdagen en het nieuwe jaar alle mensen en ook mijn familie en vrienden een hele prettige en gezonde tijd. Ik wil graag een kerstwens doen voor mijn vrouw. Die heeft een hele moeilijke jaar achter de rug. En het gaat nu weer hartstikke goed en ik hoop dat we nog jaren verder kunnen gaan. Beste mensen, ik wil iedereen gezellige kerstdagen toewensen, heerlijk eten en ook alvast een goed en gezond 2013. Nou, ik wens al mijn vrienden, familie en een vriendin fijne feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar. Voor komende kerst 2013 wens ik alle Molukkers uit Nederland en alle mensen, veel familie, vrienden, wens ik een fijne kerst en een gezonde 2013. Wij wensen papa en Jefta en Levi een heel gelukkig nieuwjaar. Hi to everyone. I would like to wish to everyone a really happy and a productive new year and to wish more happiness for everyone and everything is gonna be okay as long as we're healthy and we care for each other. So I would like to see more of that through this new year and
Merry Christmas to everyone. Ik wens iedereen een heel gelukkig en vooral een heel gezond 2013. Geniet ervan. 大家好，我们是来自中国的荷兰人，我们在这里祝愿大家圣诞快乐，天天高兴，就这样，谢谢。 Hallo, wij willen de familie en het schoonfamilie prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen vanuit Groningen. Ik wil graag prettige kerstdagen wensen aan mijn senaatsmatties, aan Herman Veenhoff, aan Theo Sikkema, Andrea Tempelman en Dick Koudstra. Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Wij van Albert Heijn Vinkhuizen wensen iedereen in Groningen en omstreken een prettige kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Lieve papa en mama, prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ik wens al mijn collega's, mijn vrienden, familie hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Hallo, een gezellige kerstgewens van oma Hilda. Voor de kinderen Ronald, René, Michel en Rudy en Ralf. Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen, met name de bewoners van het Gabriel Woonzorgcentrum. Wij van de rest van Gabriel wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Wij zijn hier als gasten in Groningen vandaag en wij willen graag een ieder hele prettige kerstdagen en een heel goed begin van 2013 toewensen. Dank u wel. Ik wil alle vrienden, kennissen, oud-collega's en collega's van de gemeente Groningen van harte geluk wensen met een zalig kerstfeest en een voorspoedig leven 2013. Hallo familie, vrienden, kennissen. Vooral met mijn man Jan en voor mijn kinderen Egbert, Esther, Gerda en mijn kleinzoon Teun wil ik prettige kerstdagen wensen en een gelukkig nieuwjaar. En natuurlijk niet te vergeten mijn collega's hier in Hoogkerk van het zorgcentrum Lentes. Namens het Gabriel Woonzorgcentrum willen wij van medewerkers de Zorgpost al onze cliënten een heel voorspoedig en gezond 2013 toewensen. Happy New Year! Prettige dagen. En bedankt voor je hulp. Fijn dag. Ja. Ik wens alle mensen van de ontmoeting in van de Gabriel verder fijne in een gezellige kerstdagen, een gezond in een gelukkig nieuwjaar. Ook al mijn hulpen van harte, een gelukkige feestdagen van mevrouw Meijer van de Zuiderweg. Ik ben Koen Waltjes in de Striestraat 16. Ik doe wat vrijwilligerswerk om mensen hier een beetje bezig te houden. En dat geeft mij toch wel heel veel voldoening. En ik hoop het nog een tijdje zo vol te houden. Wintersport. Zeg je wintersport? Dan zeg je Snow & Co. Snow & Co. Roden heeft en regelt alles. En nog veel meer. Alles voor een perfecte wintersport onder één dak. Voor jong en oud. Of het nu gaat om skis, wintersportkleding, onderhoud en verhuur, reizen, feestjes en arrangementen of skilessen. Snow & Co. Het grootste wintersportcentrum van het noorden. Kom langs en laat je verbazen. Snow & Co. Naast Intersport Superstore in Roden. Of ski langs. Snow-co.nl. Voor knalhard of exclusief siervuurwerk kom je naar Elle Westra Scooters in Groningen. Pijlen, potten, fonteinen en kaarsen in alle soorten en maten tegen stuntprijzen. Maar ook complete pakketten en mega vet 500 gram vuurwerk. En in de voorverkoop krijg je bij bestelling vanaf €30 gratis siervuurwerk. Kom dus snel langs bij de vuurwerkspecialist van het noorden. Elle Westra Scooters, B-nummerweg 55 in Groningen. Directe verkoop op 28, 29 en 31 december. Breng je skis voor een basisbeurt nu naar Snow & Co. Van €20 nu €10. Snow & Co. Roden. Snow-co.nl. Prettig geholpen, prima gekleed. Oosterhof Mannenmode is al jaren een begrip in Groningen. Stijlvol of casual, het is er allemaal. Advies en een goede service uiten zich in onze persoonlijke aandacht die u van ons krijgt. In onze speciaalzaak vindt u de kleding die bij u past. Ook voor grotere maten bent u bij ons welkom. Welkom in de meest veelzijdige winkelstraat van Groningen. Welkom bij Oosterhof Mannenmode. Prettig geholpen, prima gekleed.
Meer voor minder geld? Dat is Bike Center Dick, de vuurwerkspecialist in Groningen. Een nieuw en sterk assortiment met explosieve aanbiedingen. Topmerken met messcherpe prijzen. Bestel nu gemakkelijk en snel op bikecenterdick.nl. Of kom langs. Bike Center Dick, Bedemerweg 8, Groningen. Nou, bij deze, ik wil iedereen van mijn familie en al mijn vrienden in Groningen een fijne kerst wensen. En nou, oma, als je kijkt in Zuid-Amerika, jij ook. En nou, fijne kerst iedereen. Albert Heijn wenst u, uw familie en uw vrienden een heel warm, gezellig kerstfeest toe. Mijn vader en ik willen het personeel van de Dillicht en dan met name de Cirkel een enorm mooie kerst toewensen. Ja. En willen hem bedanken voor de goede zorg van het afgelopen jaar. Voor met name mijn moeder. Hele fijne kerstdagen. Ik wens mijn hele familie en mijn hele lieve vriendje een hele goed 2013 en de beste wensen. Ik wens al mijn vrienden, vriendinnen, bekenden, familie een heel goed kerstfeest en een heel goed nieuwjaar toe. Happy New Year! Hallo alle dierbaren. Ik wens jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Tot ziens allemaal. Ik wens iedereen een prettig kerstmis en een heel gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat deze kerst een keer vredige kerst mag worden en dat er vooral weinig geweld zal zijn, maar ik vrees het ergste. En ik wens jullie allemaal een zalig kerstfeest. Ik wens iedereen prettige kerstdagen, lekker eten, lekker drinken, goed je tanden blijven poetsen en een gelukkig nieuwjaar. Voor alle mensen in Groningen een heel gelukkig 2013. En ik ben hier als jongetje van 5 jaar in 1945 in Groningen geweest, net na de oorlog. Toen was iedereen nog erg arm en mijn vader die moest toen zorgen dat iedereen te eten had. Dat heette een provinciaal voedselcommissaris. En ik was hier en heb gezien hoe arm de mensen waren en hoe weinig ze nog te eten hadden. En ik hoop dat 1913 voor iedereen veel beter zal zijn. Ik wil bij Racer fijne kerstdagen toewensen aan mijn vriendin en ook vooral aan mijn familie. Dus bij Racer fijne kerstdagen en een gelukkig jaar. Wij wensen onze familie een prettige kerst. We wensen iedereen een geweldig kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ja. Hi mom. Merry Christmas. Yo dad, Merry Christmas.
Merry Christmas to my dog, my sister, and I guess that's all. Merry Christmas to everyone watching. Nou, ik wil graag even Kees, onze zwager, wil ik graag even een hart onder de riem steken. Dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. En we wensen hem toch het allerbeste. En hopen we volgend jaar een betere jaar zullen krijgen. En we komen gewoon nog wel even een keer langs. En je weet ons te vinden. En ons bepalen geregeld. We hopen dat je echt je hoofd er weer bij hebt. Ik wil iedereen een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik wens iedereen een hele prettige, gezonde kerstdagen. En alvast natuurlijk prettige jaarwisseling. En ik zou het zeggen in het Egyptisch, waar ik vandaan kwam. Kulle aam wa antum begeer wa besaha gayida inshallah. Ik ben Nico Damsma. Ik wens iedereen in Groningen en in wijde omstreken een hele fijne feestdagen en een vredig en gelukkig nieuwjaar. Speciaal voor Renate en Kristal, waar ik erg op ben gesteld, die wens ik een heel gelukkig nieuwjaar. Nou, wij hopen eigenlijk dat wij het ziekteprobleem van mijn echtgenote goed kunnen oplossen dat, door het vinden van een aangepaste woning. Dat is eigenlijk onze grootste kerstwens. Daarnaast natuurlijk ook dat de kinderen allemaal zoet gaan. Maar het belangrijkste is wel dat wij door de handicap van mijn vrouw genoodzaakt zijn te verhuizen en dat dat goed mag lukken. Dit is het eerste kerst van mijn nieuwe kleinzoontje Daan Sjoerd Elk. En ik wens hem een hele fijne eerste kerstdag toe en nog heel veel vrolijke kerstdagen hierna. Ik wens al mijn vrienden, familie en collega's een hele mooie kerst en een fantastisch 2013 toe. Hallo, ik wens iedereen die je kent uit Groningen hele fijne kerstdagen en hele goede gedachten en een heel positief begin van het nieuwe jaar. Ik ben Muriel en ik wil heel graag een kerstvers doen voor de moeder van mijn allerbeste vriendin Annelotte. Zij is net ziek geworden en ik hoop dat ze weer helemaal beter wordt. Fijne kerstdagen! Nou, voor mijn hele familie wil ik jullie een fijne kerst toe wensen. Ook gaat het af en toe niet zo heel erg makkelijk en het gaat allemaal goed komen. En gelukkig een jaar alvast. Ik heb het feestje meegemaakt in Haren in 21 september 2012. En mijn vurig wens is dat dit nooit weer gebeurt. Wij hebben een kerstwens en wij wensen graag heel veel vuur. Ik wens jullie allemaal een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ja, goedenavond. We staan hier in het centrum van van Haren. Ik wens mijn zusje, die een moeilijke tijd heeft gehad, wens ik alle sterkte toe. De tijd die komt nog, akelige ziekte, maar ze gaat het redden. Wij samen, Bea en Carolien, wensen voor alle mensen in de wereld dat de crisis die we op dit moment als erg mogen ervaren, dat het zeker voor het komende jaar veel meer vooruitgang gaat.